Oké. Zijn jullie allebei klaar voor je super... Super? Speciale... Speciale? Geheime... Geheime? Opdracht. Geheime opdracht! SpongeBob en Patrick, jullie gaan de binnenkant van mijn huis schilderen. Ja! Laat me jullie waarschuwen. Deze verf is onherroepelijk vaste verf. Dus als ik ook maar één druppeltje verf op iets anders dan een muur zie, laat ik jullie achterste eraf hakken en aan deze schilder boven mijn haard hangen. Oké, veel plezier. Meneer Krabs heeft wel een heleboel dure spulletjes om verf op te morsen. Moeten we die spullen van de muur halen? Ben je gek, SpongeBob? We worden niet betaald om dingen te verplaatsen. Eerst een zeil neerleggen. Dit is echt veel te weinig, Patrick. Kijk, perfect! Dit bedoel ik! Nou, oké. Laten we die blik vast de verf dan maar openmaken. Wat een oplichter. Oké, Patrick, laten we onze kwasten pakken. Misschien moeten we eerst een kleinere nemen. Oké, Patrick, we gaan beginnen. Tartaarsaus, wat kan er nou erger zijn dan een reuze verfbel? Twee reuze verfbellen! Nee! Ik denk niet dat die bel nog groter kan. Onzin! Nee, Ben! Het is ons gelukt! We hebben het huis geschilderd zonder ook maar één druppel verf te mossen. En mos ons wat in staat! Een tientje! Ik heb gewonnen! Dat is niet zomaar een tientje! Dat is het eerste tientje van meneer Krabs! Zijn meest waardevolle bezit! Dat is het verf van hem! Volgens mij stel je je een beetje aan, SpongeBob. Ik zie helemaal geen verf. Oh. Zo, het is weg! Oh ja, nou zie ik het. Wacht, SpongeBob. We hoeven alleen maar de verf eraf te wassen. Dan komt Krabs er nooit af. Gelukt? Nee. Gelukt? Nee. Helemaal niks werkt! Wacht, SpongeBob. We zijn geen holbewoners. We hebben technologie. Oh! Snel, Patrick, hou een tientje van meneer Krabs voor aan de muur. Ik heb een idee. Alalala. Hey, wat? We zijn klaar en het ziet er top uit. Ja, u hoeft niet te kijken. Dat hebben wij al voor u gedaan. Jullie zien eruit alsof jullie een smerig geheim hebben. Geintje. Oké, jongens. Jullie mogen al... Ah, dat is raar. Ik herinner me geen stapel schilderijen ter plaatse waar mijn eerste tientje hoort te hangen. Sterker nog, dit schilderij heb ik nog nooit gezien. Deze ook niet. Deze ook niet. Deze niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Hallo, meneer Krabs. SpongeBob, wat doe je daar? Nee, meneer Krabs, niet kijken. Dit is een truc. Hebben jullie verf gemorst over mijn eerste tientje, hè? Spijt ons, meneer Krabs. Jullie weten wat ik nu ga doen? Onze kont, hè? Mag ik de mijne nog één keer gebruiken? Ziezo, zo goed als nieuw. Maar... Ik heb gelogen. Deze verf gaat eraf met speeksel. Die ouwe heeft het nog steeds. En nee, ik moet echt met minder speeksel leren praten.